Boubacar Kourmansé is een meestermetselaar uit Mali. Hij behoort tot de groep die ieder jaar na het regenseizoen mag meewerken aan het herstel van deze grote moskee in de stad Djenné. Hij werkt al jaren samen met Nederlandse architecten en hij gaf gastcolleges op de Universiteit van Eindhoven en Delft. Hij wil graag dat de traditie van zijn werk blijft bestaan. Je trouve très important parce que bientôt 20 ans on travaille avec des architectes ici et il faut que les enfants aussi comprennent qu'il y a une autre architecture dans le monde différent que la Hollande. De bouw van het traditionele lemen huis is onderdeel van het architectuurjaar van het Afrika Museum. De Malinese bouwers werden gevonden via een bevriend architect in Afrika. Hoewel de leenbouw in Nederland bijna niet meer voorkomt, neemt de interesse ervoor wel toe. Het komt wel terug. Het is weer een beetje hip. Het is eco, dus er wordt in Nederland ook weer steeds meer met leem gebouwd. Maar dan wel anders dan dat dat hier gebeurt. Omdat ons Nederlandse klimaat daar niet zo goed op inspeelt. Het publiek mag ook helpen bij de bouw. Vrijwilligers mogen een dagje meelopen en kinderen bereiden de leem voor. Hoe voelt dat? Heel vies. Heel vies. Of als je in de poep stapt. Nou, ik wil ervaring opdoen met het werken met klei of met leem. Ik vind het leuk werken en ik heb zelf een plan om thuis een leemoven te bouwen in mijn tuin. Nog een kleine maand bouwen en dan moet het er op een schaal van 1 op 2 ongeveer zo uit gaan zien.